Ja, had je medelijden met Sophie Hermans? Dat is een van de vragen die ik denk het meest is binnengekomen de afgelopen uren. Oh. Ja, medelijden is het woord niet. Ik heb Wilders altijd een zak tabak gevonden en dat bewijst hij nog eens een keer dat hij een hufter is. Dat vinden zijn kiezers waarschijnlijk hartstikke leuk. Hè? Maar ik vond het flauw. Kinderachtig, flauw, hufterig. Ja, wat de PVV is. Een club van niks die nooit iets tot stand gebracht heeft. Geleid door een hufter. En in feite de partij van de opgeheven middelvinger. Maar het was toch niet zo erg wat hij zei? Nou, het was vooral flauw en zij was gekwetst. En dat zag hij natuurlijk heel goed, dat ze gekwetst zou worden. En hij is natuurlijk een fameuze kwetser en praatjesmaker in het parlement. Maar god, laat ik het nog eens zeggen. In feite politiek een totaal nutteloze figuur. Ja, maar hij heeft wel ergere dingen gezegd dan dit. Oh, ongetwijfeld. Hij zit er voornamelijk om erge dingen te zeggen. Maar zolang hij ze zegt en niet kan doen, moeten we ons er ook weer niet al te druk over maken. Nee. Hij is uiteindelijk toch een man die op een zijspoor staat. Het is een locomotief op een zijspoor waarvan die fluit, weet je wel, die werkt nog prima. Alleen kan hij niet meer rijden. Nee, maar deze toespraak of deze toespeling van Wilders kwam natuurlijk voort uit de toespraak die zij, Hermans, op het VVD-congres had gehad. Ja, nee, ongetwijfeld. Kijk, zij heeft intensief met Rutte samengewerkt als adviseur. Dus ja, wat is er makkelijk scoren dan te zeggen, omdat we ook dat gedoe van die tassendrager al hadden gehad bij Wim Kok. Hij dacht natuurlijk, god, dat is lollig, het is ook een tassendrager. Laat ik dat ook eens zeggen. Ja. Maar nogmaals, ik ben, nou ja, dat ik geen bewonderaar ben van Geert Wilders, dat is algemeen bekend. En dat Geert Wilders in feite een hoe moet ik dat zeggen, een nutteloze scheur in de Nederlandse parlementaire democratie is. Ja, dat is lijkt me ook algemeen bekend. Ja, maar heeft Hermans het niet ook een klein beetje aan zichzelf te danken door op dat nou, congres? Nou, laat ik zeggen dat ik Hermans tot op heden geen overtuigende fractieleider vind. Nou heb ik daar helemaal niet speciaal op gelet, maar je moet iedereen een tijdje gunnen om erin te komen, zoals dat heet. Ja, maar zij zei ook bijvoorbeeld Bolkestein was in het begin helemaal niet best succesvol als fractieleider. Ja, maar ze had een hele duidelijke statement, hè, van ze zei, ik ben niet de dochter van Loek Hermans, ik sta hier niet als de dochter van Loek ja, Hermans. Ja, dat had ze misschien dan beter niet kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar misschien tal van mensen die dat sowieso niet wisten. Ja. Ja. Vind je het ook trouwens maar goed, om puur en alleen voor het kwetsen. Ja, dat is Wilders. Tot ja. Ten voet uit, toch? Ja. Met zijn boze praatje bij de algemene beschouwingen. We kennen het ritueel. Ja. Het is wel nog eigenlijk effect. Is Wilders een zielenpoot. Ja? Ja, natuurlijk. Zo'n man die staat te schelden bij de kuil van iets waarin een groot gebouw gebouwd wordt. De boze buurman. Niet erg succesvol, maar nou ja, de boze buurman, dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja, gefrustreerd. Ja, ja. Ik denk dat hij altijd eigenlijk vrij gefrustreerd geweest is. Ja, er zijn ook mensen die zeiden, we vinden het verfrissend dat Hermans die emoties laat zien in de Kamer. Hè? Nou, dat vind ik ook verder best, maar ja, op zichzelf is het niet zo dat de Kamer per se een toneel van emoties zou moeten zijn. Ja. Eus had nog wel een aardige column in het AD die zei van ja, het zijn toch een beetje krokodillentranen van Hermans. Want ja, haar partij is wel verantwoordelijk voor alle ellende in dit land, de stikstof. Ja, maar dat heeft verder met het dragen van tassen en haar eventuele relatie met de minister-president natuurlijk niks te maken. Nee. Dat Nederland slecht bestuurd is in de afgelopen 15 jaar, 20 jaar zo je wil, staat als een paal boven water. We hebben het er breed over gehad hier, niet waar? Zou Rutte er niet van het goed aan doen zich volledig te concentreren op het repareren van de onbeschrijfelijke ellende die hij zelf tot stand gebracht heeft, overigens in coalitieregeringen, laten we dat er even bij zeggen. Ja, maar goed, dat was zijn kritiek ook, hè? Dat Hermans vragen moet stellen aan, niet alleen maar vragen moet stellen, maar moet zeggen tot hier en niet verder. Nou, kritiek prima, dat is inhoudelijke kritiek. En dan was er ook een heel onderdeel, dat was wel bewust kwetsen. Nou, is dat leuk? Nee, dat is niet leuk. Nee. Hè? Is zij vrij kwetsbaar, oogt ze ook zo? Ja, dat maakt een goede reden om het helemaal niet te doen natuurlijk. Ja. Dus ik zeg, laat haar een beetje groeien in de rol van fractieleider en dan zien we wel weer verder. Ik bedoel, Geert moet als fractieleider ook bepaald geen praatjes hebben. Hij weet hoe het parlement werkt, maar heeft hij ooit iets van betekenis tot stand gebracht? Nee, nul. Nee. Voor zover hij iets tot stand heeft gebracht, is dat hij een hele slechte invloed heeft gehad op andere partijen. Ja.
Dat is eigenlijk het enige verdienstelijke, of verdien, als je dat zo wil noemen, het enige resultaat wat Geert ooit heeft gerealiseerd. Ja, maar er blijkt maar weer eens uit dat de VVD nog steeds heel erg afhankelijk is van Rutte, want ook deze Hermans, ja, die is misschien... Nou ja, dat is een groot probleem. Dat heeft de VVD volledig aan zichzelf te danken en trouwens ook aan Mark Rutte. Namelijk dat er geen behoorlijke opvolging is geregeld. Dat is zonneklaar natuurlijk. Degene die dat wellicht had kunnen worden is vertrokken. Zegt overigens altijd bij hoog en belaag, ik heb dat nooit geambieerd. Ik had het wel gezien in de politiek. Maar feit is, opvolging is er niet. Althans niet zodanig, ja, die moet het worden. Hij of zij, die moet het worden. Nee. En iedereen voelt natuurlijk al een klein beetje dat als Rutte vertrekt, hoe dan ook, dat de VVD wel eens een enorme dreun zou kunnen krijgen. En die hebben nu, wat is het, 38 zetels. En, nou ja, niemand weet hoe dat zal lopen, maar de kans natuurlijk dat ze er baf 15 kwijtraken is niet uitgesloten. Ja. Misschien komt Dijkhoff wel terug, want hij zei, ik ben ook weggegaan omdat we de kinderen steeds naar opa en oma moesten brengen vanwege de doodsbedreigingen. Ah, ik weet dat hij zei iets bij de opnames van de slimste mens, hij zei gewoon, ik heb het nooit geambieerd en... Dat heb ik ook altijd expliciet gezegd. En ik neem aan dat dat wel controleerbaar is. Maar goed, dat is natuurlijk wat hij nu zegt, omdat het Rutte niet weggaat. Maar nou, stel dat Rutte zo meteen... Ik had wel begrip voor het feit dat hij vertrokken is. En als ik hier via fractieleider had helemaal geen zin in. Ja, want ik ben natuurlijk als fractieleider wel de man die de klappen opvalt. Ten meer omdat Rutte nog steeds iets teflonsachtigs heeft. Hè. Wat er ook in Nederland fout gaat. Rutte heeft er nooit iets mee te maken. Hoe het mogelijk is, begrijp je niet, maar hij heeft er niets mee te maken. Ja, ik moet nog steeds lachen om, als je de krant ook leest, hoe vaak je tegenkomt dat bestuurders zeggen van, oh, was dat aan de hand? Daar had ik geen actieve herinnering aan. het komt iedere keer terug, dus hij heeft wat dat betreft wel invloed. Hij heeft school gemaakt, dat moet je zeggen. Ja. Er zijn gewoon heel weinig actieve herinneringen in de politiek. Ja. We hebben ondertussen... Hij zou eens een dagboek bij moeten houden en elk jaar even teruglezen een stukje.